Wat mouden als Nederlanders en hoe is dat historisch gezien te verklaren? Bestaat er eigenlijk wel iets als een Nederlandse identiteit? Waarom zijn er zulke vergaande verschillen tussen mannen en vrouwen? Wat heeft God met ons voor en bestaat er eigenlijk wel een God? Deze vragen en nog veel meer zullen beantwoord worden tijdens deze eerste prachtige openingsvoorstelling... ...van Bart's Boekenclub op 4 februari hier in het meest intieme theater van Amsterdam, het Betty Asphalt Complex. Ik ontvang twee zeer bijzondere gasten, de Vries en professor Herman Pleij. Met de Vries zal ik het hebben over zijn boek De Hapij een kleine geschiedenis van het paradijs. Hij schreef meer dan twintig jaar onder het pseudoniem N.A. Riest aan het werk. En het resultaat is een vuistdik epos. Dat gaat over engelen, over duivels, over de hemel en over de hel. Het leest als een Griekse mythologie, maar ook als een middeleeuwse ridderklug. Het is een fantastisch sprookje. Herman Pleij is hier te gast om te praten over zijn boek Moedkunnen op zoek naar een Nederlandse identiteit. Een zeer actueel onderwerp in deze tijd van ...globalisering en vervagende grenzen. En hij stelt de vraag, ja, wat bindt ons nu nog eigenlijk? Wat maakt ons Nederlanders? En hij schetst een heel scherp portret van Nederlanders die janken om hun land... ...maar toch heel tevreden zijn met zichzelf. Dat is best wel eigenlijk raar. Kortom, een hele boeiende, persoonlijke en interactieve... ...ja, want jullie mogen ook vooral meedoen in deze voorstelling... ...een interactieve boekenvoorstelling in de Betsy Astrid Complex. Laagdrempelig, maar allesbehalve oppervlakkig en allesbehalve elitair... Een literaire avond voor iedereen die niet van literaire avonden houdt. Bart's boekenclub. Voor meer informatie ga naar www.bettyastel.nl of check Facebook Bart's boekenclub. Ik zie jullie graag op de vierde.